Het is vandaag vrijdag. Hele leuke dag. Ik heb net even mijn dag boodschappen gedaan. TikTok opgenomen voor Bol. Toen wilde ik een pakketje wegbrengen. Toen was het pakketpunt dicht. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik ga zo meteen even douchen en mijn haar wassen en alles. Want wij gaan vanavond kerstvieren met die meiden. We hebben rond, Dag en ik hebben rond 2:30 met Biba en Zoe in de Bogart afgesproken. Gaan we even boodschappen doen. Want wij gaan het hoofd en het toetje maken. En we moeten ook nog even dobbelcadeautjes halen. Want we gaan dus dobbelen vanavond. Dus helemaal zin in. Wordt een helemaal leuke dag. Ik weet nog niet precies wat ik aantrek. Die heeft nog een jurkje van mij. Die neemt ze mee. Misschien ook die aantrek. En ik heb ook nog een panty van Alex. En ik dacht misschien met een blazer eroverheen. Is dat leuk? Ik weet niet. Ik moet nog even kijken. Dag is nu aan het douchen. Ik ga eventjes die TikTok voor Bol gelijk bewerken. En dan ga ik daarna even douchen en mijn haar wassen en zo. Kijk, ik moest dus voor Bol een TikTok maken. Met de koelkast netjes in te delen. Nou, kijk even. Allemaal van die lekkere bakjes. En helemaal leuk. Dus ja, we hebben ook even het huis opgeruimd samen. Want we gaan Sinterkersnieuw met die meiden vieren in het huis van dagmoederouders. Omdat ons huis is gewoon best wel gehoorig. En we weten gewoon met z'n achter gaan we gewoon heel veel herrie maken. Dus we gaan het daar vieren. Maar dan slapen wij ook daar. En haar ouders komen dan in ons huis en die slapen hier. Vorig jaar hadden we dat ook gedaan met mijn moeder. Die zat toen ook in ons huis. Maar we wilden natuurlijk wel eventjes een beetje schoon achterlaten. Dus we hebben net eventjes samen opgeruimd. Dus ja, helemaal zin in deze dag. Nee, ja. We hebben die kleintje nog even gezien. Kijk, voor het voorgerecht. Het is wel leuk als je twee woorden naast zet, ja. Ik heb twee extra stoelen neerzetten. Ik heb de tuin achterlaten op een gegeven moment. Ik persoonlijk heb wel extra stoelen. Hé, ik heb je ook nog in de kast van jullie van vorige keer. Ja, dat is heel lang geleden. Maar van welke vorige keer? Want we hebben hier echt al heel lang geen kerst gevierd. Dit is nog wel dat huisfeestje van toen mijn vader. Zo, je heeft net de tafel gedekt. We hebben boodschappen gedaan. Ja, mijn make-up staat op tafel. Dus even niet zo leuk, maar hoppardij. En we gaan nu lekker opmaken. Even ons make-up doen, want dat kan ik wel gebruiken. En dan gaan we daarna eten maken. Oh, die van jou is een beetje lila. Ja. Ik heb een licht roze, maar... En Dagmar is een beetje een tussenroze, heb jij toch, Dag? Ja, jou is een beetje roze. Hij zat in het kerstpakket van Haps. Ja, dat zei je toen inderdaad. Oh. Ja, dat moet je nog alles voor als je gaat opmaken. Ja. Zit je make-up niet even? Iedere keer met die... Met die kleine plukjes. Met die klemmen of zo. Ja. Nou, dit moeten we ook even prepperen. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Hoe ga je dat doen? Ja, is ze ook even op zoek? Ja. Moet het vuur al aan? Anders moeten jullie weten misschien wel dat het Breng het vlees op kamertemperatuur op. Dan gaan we snel uitkomen. Ik hoop niet dat we morgen allemaal ziek zijn. Zijn dit de twee overdingen? Oh nee. Oh. Ik heb hier overschalen. Ja. Oh ja. Ja, die had ik uit de oven gehaald. Oh. Maar eigenlijk is dit gerecht, dit hoofdgerecht, of niet eens heel gezond. Nee, het is echt niet gezond. Dat dacht nee, joh. Nee, natuurlijk niet. Weet je hoe het moet zijn? Kijk, wat zie je zo? Nou, dat boontjes is gezond. Nee, die aardappels denk ik wel. Oh, aardappels zijn ook niet gezond. Nee, oké, maar dan gaat er ook een shitload mayonaise over. Ja. En kaas. Ja. Het is toch Christmas? Gaan we toch niet aan een komkommer dan? Nee, daarom dacht ik al. Ik wilde al bijna zeggen, hallo, het is vrijdag. Ja. Geen groente voor mij. Ja, niet zo. Oh, het is wel zo'n boter. Ja, het is wel goed zo, toch? Oké.
Sinterklaas. Hoe jij je ja. Ik denk vroeger altijd bij Sinterklaas. Ja, ik ook. Ja, heel makkelijk. Ja, daar zit hij niet zo goed hoor. Dat is ook. En dan denk je, oh, draai jou dan. Sinterklaas. Ik ga ook weer. Dat is een beetje niet uit. Oh, die staat wel. Oh ja. Ik ga ook even Het is de volgende dag en we hebben echt super leuk Sinterklaas en nieuw met die meiden gehad. Gewoon weer gezellig gegeten met z'n allen, gedronken, gedobbeld. Dat is echt weer zoals van ouds. Dat is echt heel erg leuk. Ik ben nu de vlog aan het bewerken en ik heb best wel veel stukjes gefilmd, maar ook heel veel waar muziek onder zit. Wat gewoon niet in de video kwam, maar dan voor de video van YouTube afgehaald. Dus ik hoop dat hij een beetje leuk is geworden. We hadden echt super lekker gegeten. Keer en Kes hadden van die carpaccio bonbons gemaakt. Dat was echt heel erg lekker. Toen hadden we Zoe, Piep, Dagmar en ik hadden het hoofdgerecht. Toen hadden we aardappelcratin. Een soort aardappeloverschaal. Was echt super lekker. En we hadden nog boontjes met spekjes. En we hadden varkenshaas. En voor Marie hadden we hamburgertjes. En als toetje hadden we een... Chocolade fondue was ook heel erg lekker. En Charissa en Maria hadden een cocktail gemaakt. Porsche Martini vond ik ook heel erg lekker. Dus het was echt super gezellig. Leuke avond gehad. De vlog is niet heel erg lang geworden. Maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlogmas video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.